Negatieve reacties op Facebook. Als ondernemer kom je ze vroeg of laat tegen. En dat zijn nu niet bepaald reacties waar we heel erg blij van worden. Maar hoe gaan we om met zo'n negatieve reacties? Wel, er zijn ondernemers die die reacties zullen wissen. Anderen zullen ze gewoon wegnegeren. Maar wij raden aan om altijd te reageren en doe dat het liefst zo snel mogelijk. Doe dat op een open, eerlijke en beschaafde manier. Ook al vind je de klacht niet altijd even gefundeerd. Als ondernemer geeft het je de kans om te tonen dat je klantenservice en klachten echt wel serieus neemt. Als je antwoordt op een negatieve reactie, probeer je dan altijd in de plaats van de klant te stellen. Op een individuele negatieve reactie zou je bijvoorbeeld jouw antwoord kunnen starten met: "We danken jou voor de feedback." Daarna jouw verontschuldigingen aanbieden voor het geleden ongemak. En als volgende stap zou je kunnen vragen om het probleem eventjes uit te leggen. Als dat iets heel simpel is, zou dat eventueel online kunnen gebeuren, maar wij raden aan om dit offline verder te regelen, via mail, via telefoon of via een ander kanaal. En als laatste stap uiteraard zoek je een oplossing voor jouw klant. Soms komt het voor dat je te maken krijgt met een algemene negatieve reactie of klacht. Hiermee bedoelen we eigenlijk één en dezelfde klacht of negatieve reactie die geformuleerd wordt door verschillende personen. Ook dit gaan we niet links laten liggen. Je kan antwoorden via een algemeen bericht. Dit kan een geschreven boodschap zijn, maar nog doeltreffender zou een videoboodschap zijn. Leg aan jouw klanten uit waar het fout liep, hoe het zover is kunnen komen, op welke manier je een compensatie of een oplossing aanbiedt. De meeste van jouw klanten zullen dat ten zeerste kunnen appreciëren. Naast pagina's voor bedrijven vinden we ook veel pagina's over bekende personen en organisaties die veel pro's, maar ook veel contra's hebben in veel gevallen. Hen raden we aan om vooraf een beleid voor discussies en reacties op te stellen. Op die manier kan je makkelijk negatieve reacties verwijderen en eventueel personen blokkeren als dat moet. Dit waren een aantal tips om te gaan met negatieve reacties op Facebook. Wil je meer tips over sociale media of online marketing? Ga dan naar onze website media-vision.be, schrijf je in op onze nieuwsbrief of volg ons op een van jouw favoriete kanalen.